Wij willen elke wedstrijd winnen en ook vandaag. En als je dan 2 punten verliest, want ik denk dat we toch sterker waren vandaag. We hebben niet een hele grote kans weggegeven en dan stilt u dat je zo verliest. Ja, de crux zat er misschien wel in het eerste kwartier. Toen hadden jullie al orde op zaken kunnen stellen. Ja, klopt. Toen hebben we denk ik 300% kansen gehad die je gewoon moet maken. En dan is de wedstrijd gespeeld. Alleen dat gebeurt niet. En dan, ja, je weet dat je niet elke bal erin schiet natuurlijk. Maar dan moeten we gewoon als team slim zijn. Na die 1-0 ook. Moeten we gewoon scherp zijn. Ja, liep een beetje slapen. En dan komen ze zo weer op 1-1. Wat denk ik ook geen penalty was. Want Santi zei ook, hij hield hem buiten de 16 vast. Maar daarna liet hij hem gewoon los. En je zag dat hij ernaar zocht, Meijers. Dus dat vond ik ook een beetje jammer dat er een penalty voor gegeven werd. Maar dan nog, het mag niet gebeuren. En, jullie een penalty, zei een buitenspeldoelpunt. Ja, klopt, klopt. Dat is ook zo. Ik denk dat het voetbal altijd wel zo is. Maar ja, dan nog. Je moet wel scherp blijven op die dingen die gebeuren. En, maar ja, daarna maak je 2-1. Kom je ervoor, dus is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Alleen, verzuim je om de pot dicht te houden en leiden te veel balverlies. En dan, ik denk als team zijn dat we het dan gewoon niet goed uitgespeeld dat. Ja, ik denk dat de meeste neutrale toeschouwers zullen zeggen, ADO krijgt wat ze verdiend hebben. En PSV misschien ook wel. Nou ja, ik weet niet. Kijk, natuurlijk, ADO voetbalde goed tot de laatste fase. Daar hebben ze niet echt hele grote kansen gehad. En als je de kansbehouding bekijkt, dan denk ik dat wij de grootste kans hebben gehad. En dat verdien je ook te winnen, lijkt me. Alleen, zij maken nog die 2-2 helaas. En dan krijgen we ook nog de kans op de 3-2 op de laatste die ik niet goed mijn voet achter kan zetten. Dus ja, ik denk dat voetbal bestaat uit de echte kans die je creëert ook. En daarin denk ik dat wij overheerst vandaag. En die ballen gewoon moeten maken en dan win je gewoon makkelijk wedstrijd. Maar dat gebeurt niet. Ja, en nou ken ik jou als een ijverige voetballer. Maar met name voor dat doelpunt wat jij maakte. Ja, leek het wel alsof je van de ene cornervlag naar de andere cornervlag rende. Was dat een soort overijverigheid die je noodzakelijk vond? Was het die aanvoerdersband? Voor die 1-0, voor die 2-1. Voor die 2-1, ja. Maar voor die 2-1 viel me wel mee, had ik gevoel. Ik had meer dat daarna, omdat zij met 2 voorop gingen staan en ik was gewisseld met Jurgen, stond ik wat meer op de linkerkant. En soms dan gebeurt het dat je van positie wisselt als spelers zijn en dat je even de taak uitvoert van een andere speler. En daardoor stond ik wat meer aan de linkerkant, omdat die back ook weer hoog ging staan. En ze veel ballen erin pompt. En het stond 1-op-1 achterin bij ons. En dan als je dan toch daar in de buurt staat, dan wil je gewoon het duel mee aangaan. Dus, maar ja, dat was gewoon de taak uitvoeren van iemand anders. En daarna wissel ik gewoon vaak weer om dat ik de spits ging staan. Dus dan maak je die meters wel, ja. Hoe lang heb jij nog nodig om te kunnen genieten van die gelijkmaker van ADO Den Haag? Die miraculeuze goal van de keeper? Daar heb ik geen moment van genoten. Nee, vandaag niet, maar morgen, overmorgen, volgende week? Nee, daar blijf ik van balen. Dat maak je, die kans is kleiner dan 0,001 dat je dat meemaakt, denk ik, in je leven. En dat nu bij ons moet gebeuren, dat is gewoon echt pech. En, normaal moet je dat ook afdwingen dat je wat meer geluk bij hebt, maar deze bal gaat erin zo en dat maak ik denk ik nooit meer mee. Nou, ik vind het heel erg dat ik het een fantastisch doelpunt vond. Dat snap ik. Het was ook een mooie goal, dat zei ik ook tegen hem, alleen ik baal er nog steeds wel van. Ja, verkeerde doel misschien. Ja, zeker.